Hey, welkom bij een nieuwe video. Hoe geweldig zou het niet zijn als je een zwembad in je eigen huis hebt? Veel mensen dromen ervan, maar als je in Afrika en Australië woont, zal je zeker ook wilde dieren aantreffen die je zwembad willen bekijken. Vandaag laten we je 20 gevaarlijke dieren zien die zwembaden zijn binnengedrongen. Ben jij nieuw op dit kanaal? Zorg ervoor dat je even abonneert met het belletje aan. En voordat we beginnen, doe ook even een duimpje omhoog. Nummer 20. Het is waar dat kangoeroes niet de gevaarlijkste dieren op aarde zijn, maar als je ze gek maakt, kunnen ze hun bokskunsten tonen. Deze volgende kangoeroe heeft waarschijnlijk besloten om het af te koelen in een zwembad en niemand durft hem te storen. Bovendien deed hij niets ergs, dus de mensen lieten hem gewoon in het zwembad chillen. Nummer 19. Je vraagt je waarschijnlijk af hoe dit enorme nijlpaard van bijna 3 ton in een zwembad terecht is gekomen. Het enorme zoogdier was waarschijnlijk verdwaald en besloot in iemands zwembad te gaan chillen, een paar dagen voor het nieuwjaarsfeest. De eigenaren van het huis waren natuurlijk geschokt toen ze dit nijlpaard in het zwembad aantroffen, want nijlpaarden zijn een van de gevaarlijkste dieren ter wereld. Nummer 18. De volgende gast die zichzelf uitnodigde was een gigantische python die per ongeluk werd gevonden in een van de zwembaden in Florida. Gelukkig deed hij geen kwaad omdat de eigenaars van het huis de autoriteiten snel op de hoogte brachten van het incident. In Florida is het ook niet erg ongewoon, maar om een python van deze grootte in je zwembad aan te treffen is toch behoorlijk angstaanjagend. Nummer 17. Deze videobeelden lijken wel op een scène uit een film over dieren, maar bergleeuwen kunnen behoorlijk gevaarlijk zijn. In deze video rent het dier achter een hert aan en kwam terecht in een zwembad van een huiseigenaar. Alles werd op een beveiligingscamera vastgelegd. De huiseigenaren waren geschokt toen ze 's nachts vreemde geluiden hoorden en ze beseften niet wat er was gebeurd, totdat ze 's ochtends naar hun camerabeelden keken. Nummer 16. Een man genaamd Dick Frey was geschokt toen hij een enorme stierhaai heel dicht bij zijn achtertuin zag zwemmen. De haai zou via een rivier verdwaald zijn geraakt en kwam terecht net buiten zijn gebouw. De haai vormde echter geen gevaar, maar het feit dat dit gevaarlijke dier zo dicht bij zijn huis was, maakte de man wel een beetje bang. Nummer 15. Olifanten zijn niet zo ongewoon in Zuid-Afrika, maar toen een jonge olifant besloot te zwemmen in het zwembad van een safari lodge, had het arme ding vervolgens moeite om eruit te komen. Gelukkig hoorden een aantal mensen de olifant en zagen dat hij in de problemen zat. Ze haasten zich erheen om hem te redden en de olifant was daarna gelukkig weer in orde. Nummer 14. In tegenstelling tot andere gevaarlijke dieren die besloten zichzelf uit te nodigen, viel deze arme eland per ongeluk door de afdekking van een zwembad en kwam daar vast te zitten. Het water was ijskoud, maar het goede is dat het dier snel werd gered en geen schade opliep. We hopen dat het hem nooit meer zal overkomen. Nummer 13. Kun je je voorstellen dat je wakker wordt en een enorme wilde kat water uit je zwembad ziet drinken? Zelfs eng om voor te stellen, maar het gebeurde in Zuid-Afrika en dat is eerlijk gezegd niet zo verwonderlijk. Deze video brak ook het internet nadat een vrouw die in het hotel verbleef het moment vastlegde met haar mobiele telefoon. Nummer 12. Australië staat erom bekend vol te zitten met verschillende gevaarlijke spinnen en onlangs werd er een trechterspin gespot in een van de zwembaden. Volgens sommige kenners zou de trechterspin een van de gevaarlijkste spinnen ter wereld zijn. Onnodig te zeggen dat de spin de kinderen de stijpen op het lijf joeg, maar gelukkig deed hij niemand iets ergs aan, maar maakte hij ze alleen maar bang. Nummer 11. Een reusachtige varaan werd gespot door mensen die hun tijd doorbrachten in een van de resorts op het eiland Pulau Perhentian Besar in Maleisië. Het was een onverwachte ontmoeting, want de mensen waren erg geschokt toen ze dit enorme reptiel als een baas op het grondgebied van het resort zagen lopen. Nummer 10. Hier is nog een situatie waarin een arm dier per ongeluk vast kwam te zitten in een zwembad en moeite had om eruit te komen. De vleermuis kwam in het water terecht en probeerde zichzelf te redden, maar dat lukte niet en toen mensen het dier zagen deden ze hun best om te helpen. Wist je overigens dat deze vleermuissoort enorm groot kan worden? Nummer 9. Er zijn mensen die erg bang zijn voor ratten, maar een klein vervelend knaagdier had het geluk dat deze jongens niet bang voor hem waren toen ze het arme ding zagen zwemmen in een zwembad. De twee jongens gebruikten een zwembadsreinigingsnet om de kleine onruststoker te redden en ze zeiden zelfs dat ze het een heel avontuur vonden. Nummer 8.
Niets bijzonders, gewoon een enorme eland die rustte in een familiezwembad in een buitenwijk van de Amerikaanse stad Redmond. Waarschijnlijk waren de kinderen blij om een van de elanden van de kerstman te zien. Het is onduidelijk of de kerstman daadwerkelijk zijn eland kwijt was geraakt en waarom de eland besloot een duik te nemen in het zwembad, maar hij moet het waarschijnlijk erg heet hebben gehad. Nummer 7. Een vrouw die in Florida woont was geschokt toen ze een enorme krokodil plezier zag maken in haar zwembad in de achtertuin. De krokodil was in werkelijkheid meer dan 2 meter lang en de vrouw en haar man waren te bang om in de buurt van een krokodil te komen. Toen het echtpaar de politie belde, ving een getrainde expert het enorme reptiel. Nummer 6. In deze volgende video zien we een enorm gevaarlijke aap die woest een zwembad binnendrong met zijn enorme schattigheid. Natuurlijk is deze aap niet gevaarlijk, maar wanneer ze groter groeien worden ze wel enorm sterk. Het ziet ernaar uit dat deze familie de aap heeft geadopteerd en dat hij een lid is van hun familie. Zou jij een aap als huisdier willen hebben? Laat het me weten in de reacties. Nummer 5. In deze volgende video suggereert een onbekend nieuwsjournaal dat ze een enorme dinosaurus in het zwembad hadden aangetroffen. Zoals je misschien wel weet zijn dinosaurussen 65 miljoen jaar geleden uitgestorven. Maar moet je je voorstellen als je een zwembad hebt in je achtertuin en je opeens een dinosaurus daarin aantreft? Dat moet toch wel een behoorlijk griezelig moment zijn. Laten we maar hopen dat de video gemaakt is met CGI. Nummer 4. Deze video is echt hartverscheurend, want een coyote sprong in het zwembad van een man en kon er niet meer uit omdat er waarschijnlijk te veel water in zijn longen was gekomen. De coyote raakte in paniek en probeerde te ontsnappen toen Brad Wright, een man wiens zwembad door het dier was binnengedrongen, de coyote probeerde te helpen. Natuurlijk is het heel belangrijk om wilde dieren te helpen als ze in de problemen zitten, maar je moet altijd in gedachten houden dat ze de bedoelingen van mensen niet kennen en bang voor ons kunnen zijn. Als we willen helpen, moeten we het langzaam doen, net als Brett die uiteindelijk het leven van een coyote redde nadat hij het dier uit het zwembad wist te krijgen. Nummer 3. Deze volgende situatie deed zich voor in Australië en ging om de Missulena spin, ook wel bekend als de muisspin. Een vrouw vond gedurende meerdere dagen 20 giftige muisspinnen op de bodem van haar zwembad. Volgens deskundigen kunnen deze spinnen tot 24 uur onder water blijven, maar sommige van hen leefden nog toen de vrouw de politie belde. Het is niet verwonderlijk dat door de hoge temperaturen muisspinnen in zwembaden geraken en daarom heeft de regering Australië gewaarschuwd om voorzichtig te zijn en hun zwembaden vaker te controleren. Nummer 2. Dit is Lucy, een behoorlijk populaire giraf die deel uitmaakte van de Wild at Heart Show. Eerst ging alles goed, maar op een gegeven moment viel Lucy per ongeluk in een zwembad en kon er niet meer uitkomen. Om haar te helpen moesten de reddingswerkers het zwembad afbreken omdat dat de enige manier was om de giraf te bevrijden. Gelukkig is Lucy nu weer veilig en gezond. Nummer 1. Hier is niet 1, niet 2 en zelfs niet 3 beren in het zwembad, maar je ziet een hele familie van beren plezier maken in het zwembad van een huiseigenaar. De dochter van de huiseigenaar was een beetje verdrietig geworden omdat de beren een aantal dingen rondom het zwembad hadden vernield. De beren lijken echter hun beste leven te leven en hebben een groot zwembadfeest ervan gemaakt. Toch moet je oppassen met beren, want ze kunnen erg gevaarlijk zijn. Heb jij wel eens een dier aangetroffen in een zwembad? Laat het me weten in de reacties. Als je het een goede video vond, doe dan even een duimpje omhoog. Wil je meer video's zien die ik heb gemaakt? Klik er een aan op het scherm of neem een kijkje op het kanaal. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.